Hey. Hoi. Goedemorgen. Hey, ik heb voor jou een vraagje. Heb jij wel interesse om te krijgen een mooie Herbalife beker? Een bus Formule 1 shake naar keuze? Thermothee. Turbo, het is eigenlijk is het turbo thee, maar het heet thermo thee. Toch? En echt een hele vette kruiden- en vezelpillen. Even kijken. Dit gaat mijn Herbalife vriendinnetje, mag ik je zo noemen, Sandra? Zo, ik mag mijn haar. Het is dat ik vandaag naar de kapper ga. Dan zei ik van god, ik moet naar de kapper. Maar mijn Herbalife vriendinnetje, Sandra, die gaat dus dit, maar dan ook nog met schep en een centimeter. En dan een shake naar keuze. Goede pillen en thermothee. Zodat jij, hoe lang heb je plezier van? Nou, zeker 3 weken. Dus als je nu opschiet, dan ben je nog helemaal in shape voor Valentijnsdag. Maar dit kost normaal meer dan 100 euro. Dan denk je zo. Ja, maar dit is al rond de 40 volgens mij. Deze vallen wel mee. Maar die thee is ook wel flink aan de prijs. Maar zij heeft nu, omdat het een mooi getal is. Ik zei van ja, maar eigenlijk is het wel mooi als je daar een mooi rond getal maakt. En wat is nou een mooi... Ja, het mooiste ronde nummer is 0 natuurlijk. Maar na 0, wat is dan het mooiste getal? Rond, mooi rond. De 8 toch, 2 rondjes op elkaar. Dus voor 2 achten, voor 88 euro, kan je gewoon helemaal losgaan. Met shaky, thee en vezel en kruidenpillen. Dus dat, als je daar interesse, als je dat nodig, als je daar belang bij hebt, laat maar weten. Dan... En waarschijnlijk ga ik binnenkort samen met Sandra. Hoi Sandra, toch samen? Toch? Gaan we een proeverij ergens in de buurt van Drenthe organiseren. Met allemaal verschillende shakejes. En dan kan je de thee proeven. En niet deze, maar een lekkere aloe vera drank. En, dus als je dat ook leuk vindt, laat gewoon even, spreek me erop aan. Dan kan ik ook met jouw planning rekening houden, toch? Maar goed. Hey, mijn. Dan ga ik nu natuurlijk iets nemen wat niet... Dat is wel een slecht verhaal eigenlijk. Maar ik ga zo sporten. En als ik sport, dan neem ik altijd eerst de Tri Blend. Dus die zit niet in de aanbieding. Maar die is nieuw. En er is nu ook een nieuwe. Want ik heb dan banaan. En je hebt ook Latte Macchiato Caramel. Die is pas sinds deze week beschikbaar. Dus die ga ik hierna testen. Maar... Hoe ga ik jou lekker neerzetten? Zonder dat ik... Zo. Oké. Kan je het al zien? Nee, hè? Maar goed, bij de normale Herbalife heb je dus deze schepje. Deze schepje. Ik weet ook niet waarom je deze hebt, want die moet je 2 keer doen. Dus doe dan een schep die 1 keer kan. Maar bij de Try zit een soort koffieschep. En dan moet je eigenlijk 3 scheppen doen. Nou, die moet 40 gram hebben. Dus 20. Oh, 2 scheppen maar. Beter. 33. Beetje dan. Ja, 41. En wat is het verschil is? Omdat hier, normaal heb je 24 gram. En nu heb je 40. Dus je hebt bijna 2 keer zoveel poeder. Dus er moet ook wel meer melk bij, vind ik. Om het voor de lekker te doen. Dus, here we go. Ik ga hem denk ik tot 500 of zo. Zoiets denk ik. Want anders, je moet natuurlijk nog wel ruimte hebben om te schudden. Anders kan ik niet mengen. Want dat is het belangrijkste, hè, van hoe blijft schudden. Hey Google.